Stille hoop voor Rusland tijdens de Spelen. Maar dat kon ze niet helemaal waarmaken. Ze werd vijfde in Sochi. De piepjonge Julia Lipnitskaya. Net oud genoeg dit jaar om deel te nemen. Dat omdat ze in juli van het afgelopen jaar 15 was geworden. En het gaat erom dat je 15 bent op 1 juli. Dus in juni 15 geworden. En dat ze was net op tijd, gelukkig. Zesde regerend Europees kampioene. Goed hoor, drievoudige loods, drievoudige tolop. Eenvoudige flip. Ongelooflijk de pirouettes van Lipnitskaya. Het is natuurlijk erg acrobatisch, maar heel erg moeilijk en heel knap. Ze heeft zich heel goed staande gehouden. Want over haar werd natuurlijk ook veel geschreven dat haar scores inflated waren op de Spelen. En eigenlijk al op de EK. Net als die van Sotnikova. Maar ze laat hier toch zien dat ze hartstikke goed is. En ja, de presentatie is niet op het niveau van een Kostner of van een Asada of van een Suzuki. Maar het is wel heel goed. En de technische score ligt heel hoog. En dat hadden we natuurlijk ook verwacht. Ze heeft alles laten zien wat ze moest doen. Geen fout gemaakt. Ja, en waarom was ze de hoop voor Rusland in Sochi? Ze won 2 Grand Prix-wedstrijden in het voorseizoen. Zilver in de Grand Prix-finale en dus dat Europese goud. De sprongen loopzuiver, die combinatie triple loops, triple toe. En dat was volgens mij de dubbel axel. Ja, in de presentatie zou ik haar rond Gracie Gold zetten. Misschien daar nog wel iets onder. Maar waarschijnlijk zal ze wel meer krijgen. Ja. Ja, ik zou er wat onder geven. Gracie Gold is toch wel iets volwassener. 8,2 gemiddeld, zo'n beetje.
En dat vertaalt zich in een punten totaal voor de presentatie van 32-74 voor Gold. Eens kijken wat ze met Lipnitskaya doen. Wagner 32-80. Murakami 31-09. Ja, 33-71 gaat ze naar de derde plaats voor Suzuki. Hogere components voor Suzuki. Hogere prestatiescoren dan Suzuki. Nou ja, 300ste. Ja, nou, maar toch. Maar wij vinden dat te hoog. Her season's best score bringing her currently in third place.